De minister van Buitenlandse Zaken van de Dominicaanse Republiek, Roberto Alvarez, is op werkbezoek in Suriname. Gisteren zijn er op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking twee overeenkomsten getekend. De samenwerkingen zijn op de gebieden handel, technische en politieke samenwerking. Zo ligt het in de bedoeling dat er meer handel komt tussen Suriname en de Dominicaanse Republiek om meer investeringen binnen te halen. Ook de politieke consultaties tussen de landen zal worden geïntensiveerd. President Santokki heeft gisteren de presidentiële taskforce voor de houtsector geïnstalleerd. De commissie zal beleid en adviezen moeten formuleren om de houtsector te ordenen en de mogelijkheden die deze sector biedt optimaal te benutten. De commissie heeft 3 maanden de tijd om de doelen te bereiken. Een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO, is deze week in Suriname om te helpen met het opstarten van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit, CIP. Volgens arbeidsminister McAndrew is het centrum belangrijk voor onze economie. Het Surinaamse bedrijfsleven zit namelijk met uitdagingen als het gaat om productiviteit en innovatie. Het CIP werd al in 2019 bij wet vastgesteld, maar kan door een tekort aan specifieke expertise en ervaring nog niet worden opgestart.